Goedemorgen, we gaan door met Danielle Holwijn, vertegenwoordiger van de Coroniaanse boeren. En ze belt helemaal vanuit Coroni. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe is het met u? Met mij gaat het best goed. Ja, wat wilt u ons vertellen als vertegenwoordiger van de Coroniaanse boeren? Ja, ik wil niet aanvullen zeggen vertegenwoordiger van de Coroniaanse boeren, maar laat dat zo zijn. Goedemorgen luisteraar. Ik ben Danielle Holwijn. Ik ben DNA-kandidaat geweest van de PALU vorige verkiezingen. Ja, ja. En als PALU, en dan weet ik, als lid van de PALU, weet ik niet beter dan wat komt voor de boeren. Toch, samen project in plaats onlangs van een gestart tweede deel. En berichten hebben mij bereikt. Ik kon die info zetten zelf niet bijwonen, maar de boeren hebben mij verteld hoe het allemaal zit. En ik heb het zelf op het net gelezen. Dat de voorwaarden die gesteld zijn voor om in aanmerking te komen voor een grant eigenlijk veel te hoog zijn voor de Coroniaanse boeren. Ja. En ik weet niet als u het gevallen heeft, maar ik heb het al een keer gezegd van de boeren in Coroni die hebben een paar problemen. Ze gaan de Coroniaanse een probleem. Een van de vereisten is dat je een titel moet hebben op het perceel waar je teelt. En dat is voor Coroniaanse eigenlijk. Oké, dus de boeren van Coroni geven aan dat de eisen die het ministerie van LVV of het SAMAP project stelt om in aanmerking te komen voor wat financiële middelen te hoog zijn. En, maar heeft u gesproken met de organisaties om deze eisen een beetje lichter te maken of te verzachtigen voor de boeren? Oh ja, ik heb afgelopen maandag een gesprek gehad met een FAO-consultant, meneer Sebaeus. Ik moet me haasten om erbij te zeggen dat ik het gesprek als positief heb ervaren. Hij heeft namelijk een heel wat punten aangegeven, heeft hij eigenlijk ook bevestigd. Toch, ik had aangegeven dat dat boedelprobleem werd, hij is bekend ermee. En de infrastructuur voor irrigatie dat niet goed is in Coroni en daar is hij eigenlijk ook mee bekend. Tot dus hij bevestigt wat ik al gezegd heb. Hij zegt daarmee ook, ik kan daar eigenlijk niet aan doen. De vereisten die gesteld zijn, heeft de Surinaamse overheid gedaan, met name LVV. Dus daarvoor moet je terug naar LVV gaan. Ja, dus u heeft nog niet gesproken met LVV hierover? Nee, met LVV heb ik nog niet over gesproken. En wanneer bent u van plan dit te doen? Nou, ik hoop dat dit programma dat anders zal trekken van voorzitter van LVV. Want ik zelf vind dat het een heel serieus probleem is dat wij hebben. SAMAP is een project om de publieke sector te stimuleren in Suriname en zij hebben hun criteria. Zij zijn de donors of FAO en UI zijn de donors. En zij zeggen, luister, ik wil jou helpen om de productie in jouw land op gang te brengen en te verduurzamen. En dan gaan wij met de LVV en de forum. Ja, hoeveel boeren uit Coroni hebben zich ingeschreven? De inschrijving heeft nog niet plaatsgevonden. Maar u heeft wel een registratie gemaakt vanuit uw district? Nou, als we praten over boeren in Coroni die ondersteund zouden moeten worden, klopt. Dan heb je het zeker over 200 boeren. En het punt dat eigenlijk mij ook zorgen baart, is het samen project zegt van luister, wij willen 1000 boeren ondersteunen in Suriname. Het project loopt volgens mij al 3 jaar. Dat is toen maar 68 boeren. Ja. En maar het bevestigt ook dat ik de vraag niet. Het project is
Mevrouw Holwijn, u valt weg. Kunt u ergens anders gaan staan, alsjeblieft? Ja, ik ga ergens anders staan. Ja. Ik weet niet of dat haar niet mee gehoord heeft. Ja, nee, de verbinding is heel slecht. Maar dat verhaal is wel duidelijk, mevrouw Holwijn. Wij wensen u succes. En als u in gesprek gaat met het ministerie van LVV, dan hopen wij dat wij ook dat zullen horen. En dat zullen vastleggen, zodat u eigenlijk meer voordelen kan halen voor de boeren uit Koroni. Want u heeft gelijk als u zegt dat als de landbouwsector gestimuleerd moet worden vanuit uw district, dan moeten de boeren uit Koroni ook ondersteund worden. Yes. Ja. Het spijt me dat we het gesprek niet kunnen voortzetten vanwege de slechte verbinding of dat de verbinding niet meewerkt. Ja. Maar ik wil u ook bedanken voor de gelegenheid mij geboden. Ja. En tot slot wil ik eigenlijk de minister van LVV oproepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. En als hij zegt dat hij de landbouw, de productiesector in Suriname wil stimuleren, dat hij daadwerkelijk weer met FAO weer aan tafel gaat en het programma aanpast naar de behoeften van de Surinaamse boeren. Ja, dus als ik u goed begrijp, FAO heeft geen moeite, maar FAO heeft aan u doorgespeeld dat de eisen komen vanuit het ministerie van LVV. Ja, dat heb ik van minister Baez, dat de eisen komen van het ministerie van LVV. Toch, en zelf vind ik ook dat de criteria te hoog is. Toch, de mensen moeten een 14-tellende formulier, pagina-tellende formulier invullen om in aanmerking te komen. En wat ik ook al eerder zei, het programma zegt dat ze over 4 jaren 1000 boeren willen ondersteunen. En we zijn 3 jaren verder en er zijn maar 68 boeren. Dat wil zeggen dat het iets structureel mis is met het programma. Ja, oké. Okay. Het is goed om te praten en door te communiceren kan men zaken oplossen. Nogmaals, yes. Succes en laat mama Tentaki weten, zodat wij de samenleving kunnen informeren over het resultaat van dat gesprek. Is goed. Ja? Thank you. Yes. Odi. En groetje. Isa Bardeng, Koron Mang, Nangadeng Koron Uma, Wang Bigi Odi vanuit foto. Ja. Dat was mevrouw Danielle Holwijn, Missidis uit Koroni, Wang. Zorg goed dat de coronboeren kon in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Want samap groep.